Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. The Kinderen zijn de toekomst van het land. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir, diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Nationale Soevereiniteits- en Kinderfeestdag. Sinds 23 april 1920. Waarom op 23 april dan? Elk jaar wordt in Turkije op 23 april het feest van de kinderen gevierd. Dit is een nationale feestdag die door Mustafa Kemal Atatürk werd uitgeroepen op 23 april 1920. Dat is de dag dat voor het eerst een nationaal parlement, eerste parlement in Turkije, bijeenkwam in Ankara. Atatürk, die de onafhankelijkheidsoorlog had geleid, riep deze dag uit tot dag van het kind. Ter nagedachtenis van de omgekomen kinderen in de Eerste Wereldoorlog. 23 april, Internationale Kinderfeestdag ook. In 1979 werd het kinderfeest door UNESCO uitgeroepen tot Internationale Kinderfeestdag. Tegenwoordig wordt het in heel veel landen gevierd. Jaarlijks komen kinderen uit verschillende landen op 23 april bijeen in Turkije om het feest gezamenlijk te vieren. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Nationale Soevereiniteits- en Kinderfeestdag sinds 23 april 1920. Na de Eerste Wereldoorlog tussen 1914 en 1918 op 23 april 1920 heeft Atatürk de eerste Turkse grote nationale parlementsvergadering in Ankara geopend. De Turkse bevolking heeft officieel hun soevereiniteit, onafhankelijkheid, vrijheid verklaard. Mustafa Kemal Atatürk is de oprichter van de Turkse Republiek. Wat mogen de kinderen op 23 april doen dan? Kinderen krijgen veel aandacht. Ze hebben geen les. Ze mogen alleen op 23 april op de stoelen van bestuursambtenaren, burgemeesters, zelfs van de president zitten en de hele dag regeren. De viering geeft ook aandacht aan Turk Atatürk en Turkse volkslied İstiklalmarşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Het gedicht is geschreven door Mehmet Akif Ersoy. Kunnen jullie dit gedicht of Turkse volkslied naar het Nederlands vertalen? Natuurlijk kan dat. Persen neem ik jullie mee. İstiklal Marşı, Milli Marşımız. Het Turkse volkslied. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Wees maar niet bang. Onze Turkse vlag die wappert aan de horizon zal altijd schijnen. Voordat de allerlaatste haard die brandt in mijn vaderland dooft. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Zij is de ster van mijn volk. Dat zal schitteren. Zij is van mij, zij behoort enkel van mijn volk toe. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Frons niet, ik smeek u. O terughouden, halve maan, onze vlag. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Lach mijn heldhaftige ras toe. Waarom zulke geweld? Waarom zulke woede? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Anders zal ons bloed, vergoten in uw naam, u niet toekomen. Hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal. Want de vrijheid is het absolute recht van mijn volk, die de God vereert. Samenvattend, nationale soevereiniteit. En het kinderfeestdag is 23 april. Sinds 1920 wordt het in Turkije en vele andere landen ook gevierd.
In het hele land worden optochten en festiviteiten georganiseerd voor kinderen. In grote stadions en op basisscholen worden sportwedstrijden gehouden, voorstellingen gegeven, dansjes uitgevoerd en gedichten opgezegd door kinderen. Alles in het teken van het kinderfeest. Het is de dag waarop kinderen even de baas mogen zijn van het land, symbolisch uiteraard, om de volwassenen eraan te herinneren dat zij de toekomst van het land zijn. Op deze manier worden zij in het zonnetje gezet. Op 23 april 1920 vond de eerste zitting plaats van de Nationale Vergadering van de Turkse Republiek. Met de oprichting van het Turks parlement werd de onafhankelijkheid volledig bevestigd. Dankjewel voor het luisteren.